Tijdens de 80-jarige oorlog stonden niet alleen de Nederlanders tegenover de Spanjaarden, maar ook de protestanten tegenover de katholieken. En helemaal aan het begin van de opstand, net na de inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572, brachten diezelfde Watergeuzen 19 priesters en monniken om het leven. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de Rooms-Katholieke Kerk van Heilige Petrus en Paulus in Boskapelle. Komt u binnen. En die martelaren van Gorinchem worden hier in de kerk van Boskapelle in Vogelwaarde vereerd. Kijk, en hier hangen ze dus, de afbeeldingen van de 19 martelaren van Gorinchem. Ja, nog even kort. Hoe zat het ook alweer met die martelaren van Gorinchem? Een groep katholieke geestelijke werd gevangen genomen bij de verovering van Gorinchem in 1572. En vervolgens naar Den Briel gebracht, waar het hoofdkwartier van de Watergeuzen zat. Dat klopt. En in de tussentijd waren er nog door papenjagers nog een aantal gevangen genomen. Een drietal, uit Monster en uit Heidenoord. En vervolgens zijn die mensen dan in een schijndebat veroordeeld. En zijn uiteindelijk in een turfschuur één voor één opgehangen. Nadat een aantal ook nog gruwelijk verminkt zijn. En vervolgens zijn ze daar ook begraven. En er is daar nog boven het altaar een heel mooi relief. Waar je op kunt zien hoe de ophanging plaatsvond in de turfschuur in Den Briel. De paus heeft later de monniken eerst zalig en daarna heilig verklaard. En in 1761 is hier een reliek naartoe gekomen. Je kunt het eigenlijk nauwelijks zien, maar het is een heel klein stukje bot. Je moet zich voorstellen, in 1615 werden al die beenderen opgegraven. En zo is er ook één klein stukje van een bot is naar hier gekomen en kon dus vereerd worden. Later, na de heiligverklaring in 1867, zijn er nog meer gekomen. Zelfs een tweede, een derde en zelfs een vierde. Dus er liggen hier vier relieken? Er zijn hier in de kerk vier relieken. Ja, hier zie je vier voorwerpen en ieder voorwerp is een klein stukje van, van een bot van een martelaar opgeborgen. En dit is degene die dus bij de vieringen op 9 juli, hun sterfdag, nog steeds naar voren wordt gebracht en waar de mensen ook nog mogen kussen. Dat is de sterfdag van de martelaren. Helaas, dit jaar ging het niet door, want het was corona. Maar vroeger, tot de Tweede Wereldoorlog, was dat veel feestelijker. Dan was het hele weekend stond in het teken van de martelaren van Gorinchem. Dan kwamen mensen van heinde en ver, was het echt een pelgrimsoord hier in Zeeuws-Vlaanderen.